Koos vandaag is de hoofdredacteur van Quote. Iedereen kent hem. Misschien ook wel niet, dat weet ik niet helemaal. Maar hij heet Paul Verriezen. Goed dat je er bent, Paul. Ja, leuk om hier te zijn. Je zet je bril af, waarom? Dan zie ik je beter. Echt waar? Ja, het is een beetje een apart soort glas wat erin zit. Dat is wel een heel apart soort glas, ja. Maar goed dat je er bent. Zo gezegd, de Masters Expo, dus we zitten in Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat u langs kan of wil komen. Dat is absoluut mogelijk hier ook. En hier voel jij je thuis als een vis in het water, Paul Verriezen, als hoofdredacteur van Quote, toch? Ja, dit is een beetje mijn habitat, hè. Ondernemers op de beurs, mooie spulletjes, als een vis in het water. Ja, je kent natuurlijk heel veel mensen hier. Ik heb al heel wat handjes geschud, ja. Ja, kennen mensen jou ook? Ja, meer dan je zou denken. Ja. Hier wel. Wel grappig om daar... Oh, hoe bedoel je dat hier wel? Nou, ik weet niet. Je leek in de intro een beetje te suggereren dat niemand me kent. Dus, dat hoor je toch wel vaker, Paul. Kom op. Ik bedoel, ik heb je wel eens vaker gesproken. Je hebt natuurlijk kleurrijke voorgangers. Met Sander Schimmelpennink, met Jort Kelder. Ja. Dat gevoel heb ik nog niet altijd bij jou? Of nee, ik ben net ingewerkt, hè? Pas 2 jaar hoofdredacteur. Twee jaar. Dus het komt allemaal nog wel. Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten mensen. Je hebt praters en je hebt luisteraars. Jort en Sander waren natuurlijk meer praters en ik ben meer een luisteraar. Okay, ga wel praten vandaag, hoor. Maar is het voor een blad als Quote niet belangrijk dat je een prater bent, dan? Om jezelf te profileren? Op de goede momenten. Ja. Maar ik hoef niet per se overal een mening over te ventileren. Nee, dat is wel waar. Maar kijk, Johan Dekks heeft me ooit uitgelegd, de hoofdredacteur van VI moet eigenlijk iemand met uitstraling zijn. Dat is na zijn vertrek eigenlijk niet helemaal meer gelukt. Waardoor het blad misschien ook wat minder bekend is geworden daardoor. Ik lees het nooit meer. Nou, ik ben ook gestopt. Ik heb het abonnement opgezegd. Ja. Dat is opmerkelijk eigenlijk als je erover nadenkt. Maar je hebt nog wel een abonnement op de Quote, toch? Ik heb ook geen abonnement op de Quote. Gaan we regelen. Nee, maar ik wil hem aangeven. Veel vaker werken al die media nu inmiddels samen. Dus je moet een boegbeeld hebben. Je moet ook in andere programma's kunnen opduiken. Ja. Hoe zie je dat voor jezelf dan? Wat is jouw planning daarin dan? Nou, ik vind het heel leuk om te praten over ondernemerschap en de dingen die leven bij Quote. Dus dat doe ik heel erg graag. Vind jij wie duk een lul? Ik heb niet zo'n grote mening over Wierduk. Nee, ik probeerde mij aan te geven omdat Sander nogal dat soort meningen erop nahoudt. Ja, en nee, Sander vindt het natuurlijk leuk om met heel veel mensen ruzie te trappen. Met name op Twitter. Dus die zie ik ook altijd ageren tegen allemaal mensen die dan zo'n tractortje in hun profiel hebben. Daar heb ik zelf wat minder mee. Hmm. Ik weet wel wat leukere dingen te doen. En Wiert, nou ja. Maar je voelt, nee, maar Wiert is een voorbeeld. Ik was niet zozeer dat het om Wiert ging, hoor. Maar het feit dat hij vrij makkelijk mensen de maat neemt. Dat is niet wie jij bent. Nee, niet per se. Nee. Ik heb wel een mening, maar er zijn al genoeg artiesten in het meningencircus, toch? Ja, maar ja, het moet steeds weer een meningencircus zijn. Zometeen krijgen we Yves Geiraat en Erik de Vlieger. Ja. Ja, die grossieren daarin natuurlijk. Hè? Uitgesproken mannen, ja, zeker. Ja. Ik hou er persoonlijk ook niet van. Maar als het moet, dan bij gelegenheid wil ik ook wel eens een beetje meedoen. Klein duitje in de zak doen. Maar hoe gaat het met Quote dan op dit moment? Nou, het gaat er een goed nieuwsshow komen waarschijnlijk. Ja, het gaat er even voor zitten. Ja. Okay, nee, het gaat hartstikke goed. Stijgende oplages. We hebben weer een Quote 500 in de winkel liggen die het fantastisch doet. De 26e Quote 500, toch? Het is de 26e, maar je kan ook zeggen het is de 25e. Want we hebben 1 keer een Quote 400. 499 gemaakt. Oh. En dat was op het moment dat Dirk Scheringa omviel, vlak voordat we naar de drukker moesten. Okay. Dus die hebben toen nog net weten te verwijderen, maar we hadden geen tijd om... Ik dacht even Zuid-Koreaanse leeftijdsopbouw, maar dat is anders dus niet. Nee, het is anders. Nee, dat is puur dankzij Dirk. Dus eigenlijk vieren we voor de tweede keer ons 25-jarig jubileum met de Quote 500. Ja, en abonnementen, zeg je, gaat gewoon omhoog. Oplagen gaat omhoog. Ik krijg er straks weer een abonnee bij, dus het gaat hartstikke goed. Oh, heb ik al ja gezegd dan? Ja, dacht ik. Ja. Oh, daar was ik nog niet van bewust. Zo snel gaat het in dit vak. Je hebt het zelf soms niet eens door. Je knikte. Zit je ertussen. Ja, maar dat heb ik ook altijd bij al die mails die ik nu krijg. Dan denk ik, je kan unsubscribe en dan voel ik altijd in, ik heb me helemaal nergens voor aangemeld, maar daar krijg ik allemaal binnen van. Ja, ik word er ook gek van, maar uiteindelijk werkt dat klopje wel, hè, unsubscribe. Uiteindelijk werkt het wel. Maar ook met de advertenties goed, business, want er is crisis op dit moment, Paul. Er is crisis, maar je ziet bij de rijken dat er ongelooflijk veel geld is en dat ze heel erg leuk vinden om dat geld te laten rollen. Dus probeer maar eens naar de winkel te gaan en daar een nieuwe Rolex te kopen. Ze lachen je uit. Dan zeg je, ze hebben dan in elk geval op de wachtlijst, dan lachen ze je nog steeds uit. Hmm. Dus er is ongelooflijk veel geld wat wordt rondgepompt. En al die merken die komen natuurlijk allemaal naar Quote. Is ook kwalijk, is ook gevaarlijk. Ik bedoel, het gat tussen arm en rijk wordt wel
angstaanjagend groot, vind je ook niet? Ja, de verschillen worden wel behoorlijk groot. Ja, ja, je ziet natuurlijk dat de energieprijzen en dat soort dingen een groot gat slaan in de begroting van de normale Nederlander. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat de rijke Nederlanders hebben er ook last van. We hadden laatst Pieter Schoen aan de lijn, die zelf een energiemaatschappij heeft. Ja. En die zei van, nou, ik heb zelf thuis de fonteinen uitgezet. En mijn kinderen moeten maar aan wennen dat het zwembad een paar graden kouder is. Dus ook de rijken die moeten af en toe een beetje inminnen. Dat is wel een heftig ingreep, lijkt me dat, voor die mensen. Ik bedoel, hoe komen ze hun tijd nu door dan? Ja, nou ja, dan moet je voorstellen dat je zo'n enorme vijver hebt en dan zonder fonteinen. Dat is armoe, hè? Ja. Ja. Wat verschrikkelijk om dit te horen. Verschrikkelijk, ja. Ik ben hier echt even verschrikkelijk van als ik dit nu zo meteen verneem. Toch nog even terug naar jou, Paul. Want ik probeerde me natuurlijk altijd in te lezen. Iedereen denkt dat ik maar wat uit mijn nek lul. Maar ik probeer ook altijd heel goed voorbereid te zijn. Ja, goed. Ik kon niks over je vinden. Echt? Ik kon geen leuk interview vinden eigenlijk. Hoe kan dat? Nou, dan moet dit maar de eerste zijn, hè? Ik weet het niet. Geen idee. Jij hebt een keer een kutstuk over André Rieu geschreven, begreep ik. Ja, dat was wel leuk. Ik was met André mee naar Oostenrijk. En een geweldig leuk verhaal geschreven. Nou, dat vond hij dus niet. Vond hij een kutstuk. En het treurige was dat artikel uiteindelijk is gekocht door... hoe heet dat blaadje dat in heel veel landen wordt verspreid? Reader's Digest. Okay. Dus dat kutstuk in de woorden van André is uiteindelijk de hele wereld overgegaan. Zo. Dus dat vond hij nog vervelender natuurlijk. Maar waarom vond hij het zo'n kutstuk dan? Omdat het de waarheid was, denk ik. Oké. Okay. Ja. Dat willen mensen op een bepaald niveau niet meer horen, de waarheid. Nou ja, André is natuurlijk iemand die heel erg sterk is in het bouwen van een imago. En als je daar dan een beetje in zit te krassen, dan vindt hij dat niet per se leuk. En wat was bijvoorbeeld een karaktertrek of een onderdeel van dat imago wat hij niet zo leuk vond dan? Nou, het is een behoorlijke dictator als je ziet hoe hij met zijn mensen omgaat. Een beetje Matthijs van Nieuwkerk is het. Nou, ik wil niet zeggen dat hij mensen verrot scheldt, maar hij is wel stevig aan de regie. En dus dat observeerde ik. En ik observeerde natuurlijk een beetje het publiek, hè, wat toch bestaat uit bejaarden. Ja. Vond hij ook niet zo leuk. Dus, ja, dat is bij ons ook het geval, hoor, als je hier om je heen kijkt. We hebben veel grijze duiven. Ja. Ja, ja, ja. Slaap Paul niet hard op zijn schouders, jongens. Dat is gevaarlijk in dit geval. Maar dat vond hij niet leuk om te horen. Nee, vond hij niet leuk om te horen. Maar het is zoals het is, hè. Ja, we zijn er niet op de wereld om vrienden te maken. Het is, nee, heel goed. We hebben een tafel op de redactie. Daarop staat het citaat. Je schrijft of je hebt vrienden. Die is van Jort Kelder, toch? Die is van Jort, zo ja. Is het. Ja. Want dat was je eerste stuk. Dat had hij toen tegen je gezegd, toch? Dat het goed was, dat je gelijk erop ging. Ja, zoiets. Ja, je hebt een beter geheugen dan ik, maar... Je had een stuk geschreven over een man die zei dat 90% van de vrouwen hoeren waren. Ja, dat klopt. Er was een playboy uit Dubai. Een jong ventje die de 's ochtends wakker wordt en denkt van... het is hier maar wat te warm. Die laat dan zijn polopaarden in een privéjet en vliegt dan naar Argentinië bijvoorbeeld. Ik had daar een interview mee gehad. En die man ik had ook weer de waarheid geschreven. En daar was hij ook niet zo van gediend. Dus die begon vanuit Dubai ons te bestoken met allerlei advocatenbrieven. Nou ja, je kan je geen betere referentie wensen toen Jort nog hoofdredacteur was. Dus toen ik een baantje zocht omdat ik een ruzie kreeg bij BNR, zei Jort... Ruzie? Ja, ook nog. Kom, dan gaan we wel door die ruzie. Ruzie BNR, die noteer ik even later. Maar ja, dat wordt heel spannend dit gesprek vandaag, Paul. Nou, laten we er allemaal dingen in gooien, man. Ja. Heerlijk. We gaan zo meteen eerst even door met een ander onderwerp.